Minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning zegt dat de verdere waardevermindering van Suriname te verwachten was. Recent heeft Fitch Ratings, de lange termijn waardering voor vreemde valuta van Suriname, verder omlaag gebracht van C naar RD, Restricted Default. Gelet op de positie waarin Suriname is en het traject dat we bewandelen, was deze waardevermindering te verwachten, zegt de bewindsman. Dit is deel van het proces. Ja. Nou, we voeren geen gesprekken met Oppenheimer. Oppenheimer is een afgesloten hoofdstuk. Wij voeren gesprekken met de bondholders, de obligatiehouders. Dus dit was verwachtbaar en het is geen ramp voor Suriname nog. Nee, het is geen ramp voor Suriname. Dit is deel van het proces. Voor wat betreft de Srividentie- en Kerstbonus laat de minister weten dat er bijkans 15.000 registraties zijn geweest. Het bestand wordt nu gecontroleerd omdat mensen die reeds zijn uitbetaald zich weer registreren. Gijbersing zegt zich ervan bewust te zijn dat bepaalde groepen, zoals de landsdienaren, de Srividentiebonus nog moeten ontvangen. Dus het bestand wordt gecontroleerd en opgeschoond. En wij beginnen zo spoedig mogelijk met de uitbetaling. Een deel gaat het via de bank ontvangen, die dus hun bankrekening hebben opgegeven. En een ander deel gaat het cash ontvangen via de districtscommissariaten. Nou, er zijn inderdaad wat groepen die nog moeten ontvangen. Ik heb bijvoorbeeld het ziekenhuispersoneel ook gehoord dat ze nog niet ontvangen hebben. Ik moet zeggen, het ligt niet altijd aan financiën hoor. Wij moeten de informatie krijgen. En als we die informatie niet op tijd krijgen, want als we het ontvangen moeten we het ook verwerken. Als we die informatie niet op tijd krijgen, dan kan het even duren voordat men het geld ontvangt. Maar iedereen krijgt het. Minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning. Enkele journalisten spraken hem afgelopen woensdag voor aanvang van de raadsvergadering.